In samenspraak met minister Amara Madin van Volksgezondheid zal het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ICU-verpleegkundigen uit Nederland en Cuba halen om het tekort in Suriname weg te werken. Onlangs is de gemeenschap opgeschrikt met het uitroepen van code zwart op de Neonatal Intensive Care Unit en ICU van het AZP. De situatie is dusdanig erg dat de afgelopen week 2 hulpbehoevende baby's zijn overleden, omdat ze niet konden worden opgevangen op de NICU. Dit vanwege personeelsgebrek. Minister Amara Madin zegt dat de werving uit het buitenland verandering hierin moet brengen. Het is niet zo dat er helemaal geen NICU-verpleegkundigen zijn. Althans, geen bekwame verpleegkundigen. Er zijn verpleegkundigen op de afdeling. Het gaat erom dat de werkdruk heel hoog is vanwege een tekort aan die verpleegkundigen. Dus ik heb gevraagd dat wij voor eind juni nog een delegatie van AZP wegsturen om die werving te doen van kandidaten. En het kan, dan hangt het ervan af hoe snel de selectie kan plaatsvinden en hoe snel dat proces. Maar het heeft wel te maken met een tijdsperiode. Ik schat in dat binnen enkele weken we een aantal NICU-verpleegkundigen hier moeten hebben. Dus dat is concreet wat ik heb toegezegd in overleg met deze 3 partijen, dus de directie en de kinderartsen. Ramadin legt uit dat diverse redenen ervoor hebben gezorgd dat verpleegkundigen in het afgelopen jaar zijn weggetrokken. Het ministerie is echter niet stil blijven zitten. Zij is reeds een opleiding begonnen om verpleegkundigen te trainen voor de NICU. We zijn nu gestart, dit jaar in het begin, met het intern opleiden bij AZP, maar ook bij COVAP, met opleidingen voor NICU en andere zaken. Dus het gaat tijd kosten, want opleiden kost behalve geld ook tijd. Mensen moeten worden opgeleid. Dat gaat zeker 2 jaren duren, dat je de eerste lichting kan krijgen. Maar in de meantime moeten we toch voorkomen om zoveel mogelijk de schade te beperken. Want je gaat er niet onderuit komen als je niet werkt aan het hebben van gekwalificeerd personeel. Dan ga je inderdaad ongewenste situaties hebben. De bewindsman zegt dat de regering prioriteit stelt aan de gezondheid van de burgers. Daarom is er reeds in 2020 geïnvesteerd in apparatuur voor de neonatale afdeling.